Vito Worm gewoon wat een draak van een wedstrijd. Ja, inderdaad. Dat zeg je goed. Frustrerend dat dat in deze fase van de competitie gebeurt? Ja, misschien wel een beetje. Want je gaat met alle goede bedoelingen ga je hierheen. En je hebt gewoon een goed gevoel. We hebben allemaal een goed gevoel. Dus met een goed gevoel reis je af naar Groningen. En weten dat je gewoon, lekker voor die drie punten wil gaan knokken. En voor Europees wil gaan knokken. En dat zie je nu wel een beetje zo langzaam aan het je handen glijden. Ja, ik spreek afgelopen vrijdag op de training een aantal spelers voor jullie. Het besef dat het nu moet gebeuren is er. Maar dat gebeurt eigenlijk pas na de rode kaart van Virgil van Dijk. Ja, klopt. Kijk, eerst zelf proberen we het wel. Je ziet dat we gewoon wel aardig voetballen. En moet ik zeggen dat het veld ook niet heel denderend was. Het was best wel glad en er lagen allemaal voor een kuil in op het veld. Maar ja, dat hebben zij natuurlijk ook last van. Dus dat is helemaal geen excuus. Maar ik bedoel, dat zijn wel dingen die even niet meehelpen, zeg maar. En dan hebben we in de eindfase dan hebben we te veel balverlies, vind ik. En het valt wel goed aan de andere kant. Het was niet mooi. Dat moet dan een strategie zijn dat je erop klapt. Maar ook dat heb ik niet gezien. Nee, klopt. We kwamen vooral, voor die rode kaart steeds een tikkeltje te laat. En ik vind dat we dat wel zelf kunnen aanrekenen. Dat we wel misschien wat scherper hadden moeten zijn. De werklust en de strijd die was er eens wel. Dat heb ik echt wel gezien. En ook aan de jongens, dat merkte je. Maar ik bedoel, misschien die scherpte. Je ziet het ook bij de tweede goal. Ook bij de eerste goal was het stonden we niet op te letten. Waardoor ook die voorzet gegeven kan worden. En vooral bij die tweede was het een beetje illustrerend van dat die... Dat hij zo snel genomen kan worden en eigenlijk identiek ingekopt kan worden. Je discussieert in zo'n wedstrijd meerdere malen met de scheidsrechter. Wat zeg jij daar? Nou ja, gewoon vooral als je die band aan om hebt, doe je het gewoon een heel stuk volwassener als het ware. Je bent veel beleefder. En jij mag ook, hij zegt het vooraf in de wedstrijd, jij mag ook als enige gewoon met hem praten. En dat doe je dan gewoon op een goede, rustige manier. En natuurlijk lopen de emoties soms hoog op, bijvoorbeeld bij de rode kaart van Jansen. Die zegt van, er wordt gezegd van ja, maar hij raakt hem op zijn hoofd. Hij staat ervoor en is hij toch blind of niet? En dan krijgt hij nog een gele kaart. Ik bedoel, dat is toch dom? Tuurlijk is het dom, maar ga jij maar eens als je boos bent, let op je taalgebruik. Dat is gewoon heel moeilijk. En natuurlijk leren we er allemaal van. En het is gewoon heel zonde dat het nu ook gebeurt wat je zegt. In de slotfase van de competitie. Hoe zuur is dat? Want je staat het hele seizoen in het linker rijtje. En nu de prijzen verdeeld wordt, glipt dat uit je handen. Ja, nou ja, kijk, dat heeft misschien ook wel heel erg met pech te maken natuurlijk. Je speelt gewoon het hele seizoen speel je gewoon heel constant en pak je overal je puntjes mee. En nu vergeet je ze eigenlijk mee te nemen.